Zondag ontving voetbalvereniging de Foresters Texel 94 en speelde HSV tegen Spartanen. De Foresters kwamen op voorsprong tegen Texel 94, maar bij rust stond het daar 1-1. Dat was ook de eindstand. Na 20 minuten spelen kwam ook HSV op 0-1 voorsprong door een doelpunt van Max Dekker. 8 minuten later maakten Spartanen gelijk, 1-1. Dat was ook meteen de eindstand. HSV staat na 5 wedstrijden in de tweede klasse A op een derde plaats en de Foresters op nummer 9.